Ik sta hier met Thomas Verhul, Netgear. Thomas, welkom. Netgear, netwerken. Hè? Dat is waar jullie al jaren mee bezig zijn. Als je kijkt naar wat op dit moment de belangrijkste uitdagingen zijn voor jullie partners, voor jullie eindklanten, waar moet je dan aan denken? Gaat het om meer snelheid, meer capaciteit of misschien beter beheer? Goede vraag. Ik denk dat het een combinatie van beide is. Vanuit de COVID-periode zien wij een aantal trends in de markt. En ook wat problematiek waar wij vanuit Netgear ook op inspelen. We zijn van jongs af aan als Netgear zijnde altijd bezig geweest met innovatie. Dus wij zijn van het leveren van hardware en software een combinatie gaan maken. En dat heet Netgear's Total Network Solution. Daar staan wij ook mee vandaag op de beurs, gisteren ook. Daarmee hebben wij vooral ingespeeld op de problematiek en de trends in de markt. Een mooi voorbeeld van zo'n trend in de markt is vanuit de COVID-periode. Hebben ze kantoordagen en thuiswerkdagen. Op die kantoordagen komt iedereen gezamenlijk naar een kantoor. En gaat het bedrijfsnetwerk zwaar belast worden. Daar moet je klaar voor zijn. Daar heb je de juiste bandbreedte voor nodig. En dat betekent dat de juiste ondersteuning moet gedaan worden. Dus wij hebben voor onze partners een programma ontwikkeld waar wij niet alleen de hardware en de software leveren, maar ook kijken door middel van de juiste ondersteuning, hoe kunnen wij binnen het budget wat er is, de juiste kitlist en hardware samenstellen. En dat bestaat uit een stukje pre-sales ondersteuning, sales ondersteuning en after-sales ondersteuning. En dat is de problematiek waar een reseller tegenaan loopt, een channel partner. Als we kijken naar eindklanten, dan zien we dat eindklanten zaken steeds sneller willen. Het netwerk wordt belangrijker, dus ze gaan er zelf ook meer bovenop zitten. En daarmee betekent het ook dat je kennis nodig hebt als channel partner. En daarom hebben wij nu ook een in-house pre-sales team, die eigenlijk vooraf bijvoorbeeld met wifi en wifi site survey kan doen. Om ook zo te zorgen dat die kitlist die wordt afgenomen, hè, en die investering die wordt gedaan voor het netwerk de juiste investering is. Maar je hebt het over iedereen wil meer snelheid, maar na COVID is er natuurlijk een mix gekomen van werk op het werk en werk thuis. Heeft men ook meer capaciteit nodig of liggen er bijvoorbeeld de uitdagingen vooral in de verschillende versies van wifi die ze hebben? Nou ja, kijk, wifi 7 is een heel mooi voorbeeld daarvan. Steeds meer mensen hebben nieuwe devices. Als je kijkt naar mijzelf en naar mensen om me heen. Iedereen die is sinds die thuis is gaan werken gaan investeren in mobiele devices. Denk daarbij aan laptops, tablets, iPhones, mobiele telefoons. En die zijn gestandardiseerd op de laatste wifi standaard. Dat vereist meer bandbreedte, hogere snelheid. En die mensen nemen die devices op hun kantoordagen mee naar het kantoor. Dus ja, die mensen werken thuis. En ja, die mensen zijn vaker thuis, maar je moet klaar zijn op die kantoordagen voor de piekpunten. En daardoor heb je dus die snelheid en bandbreedte nodig. En wat ik heel erg zie, is dat door die toename en die groei van apparaten, er meer bandbreedte nodig is op die kantoordagen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de andere kant. Kijk, wifi 7, en ook eigenlijk al sinds de komst van wifi 6, is de backbone van het netwerk van 1 gig naar 2,5 gegaan. Dat vereist een betere netwerkinfrastructuur en daar moet je dus ook klaar voor zijn. Je had het net ook over budget, want iedereen wil meer, iedereen wil sneller. Maar passen de budgetten daar ook wel bij? En hoe helpen jullie inderdaad partners en eindgebruikers daarmee? Ja, dus dat is heel interessant. Kijk, wij zijn van origine natuurlijk een hardwarefabrikant. En wij hebben een heel breed scala aan producten. Waar wij in het verleden een product maakten, kijken we nu met de klant mee. Dus van hardware, software naar ondersteuning. En daarin hebben wij dus een breed gamma aan producten. Dat op het moment dat een MKB bijvoorbeeld of een mid-market klant een nieuw netwerk nodig heeft, dan kan hij bij ons niet een product afnemen, maar hij neemt een onderdeel van een programma af. En dat is Total Network Solution. Nou, wat probeer ik daarmee te zeggen? Stel een klant stapt in met een 1 gigabit netwerk met beperkte budgetten, waar zijn bedrijf groeit onverwachts of verwachts. En hij heeft een nieuw netwerk nodig, kan hij dat heel makkelijk opschalen. Want het valt allemaal onder hetzelfde beheerportaal, hetzelfde beheersysteem, waardoor zijn nieuwe investering niet zo groot is als de eerste. En daarmee kijken we dus met de channel partner mee van oké, als een klant gaat investeren, wat is dan de juiste? Hoe zorgen we ervoor dat hij niet achteruit investeert? Hoe zorgen we ervoor dat hij vooruit investeert? En dan kijken we daar met de channel partner mee. Met eindklanten kijken we bijvoorbeeld ook mee in de vorm van trade-up campagnes. Hoe kunnen we jouw netwerk upgraden naar de laatste technologie voor een betaalbare prijs? Klinkt dus een hele mooie manier om mee te groeien met je klanten. Ja. Dus dankjewel hiervoor in ieder geval. Dus, en dankjewel voor het meekijken.